2019 bestaat Citroën 100 jaar. En in een eeuw tijd kun je een boel markante modellen maken. Al dan niet, met een beetje hulp natuurlijk. Nu kun je zo'n rijke merkhistorie natuurlijk uitstallen op een groot grasveld. Maar dit is wel Citroën. En als we iets hebben geleerd de afgelopen 100 jaar, dan is het dat ze daar alles net even anders doen dan de rest. Parijs is niet alleen de stad van de liefde, het is ook de stad van Citroën. Grondlegger André Citroën begon hier zijn eerste fabriek. Op het hoogtepunt werkten daar 30.000 man. De fabriek bestaat al sinds de jaren 70 niet meer, maar het merk is zijn historie niet vergeten. Bij wijze van bedankje richt de fabrikant een spontane tentoonstelling in op een steenworp afstand van waar de fabriekshallen ooit stonden. Er komt een auto te staan voor ieder jaar dat het merk bestaat. Privé-eigenaren komen van heinde en verre hun trotse bezit afleveren. En ook de fabriek laat zich niet onbetuigd. We zien onder andere hoe een Citroën SM met korte wielbasis wordt uitgeladen en ook hun prijswinnende Dakar-auto staat al klaar. Een enorme logistieke operatie die tot in de late uurtjes duurt. En dan breekt de volgende dag aan en staan hier opeens 74 oldtimers, 4 conceptcars, 14 rallywagens, 5 hedendaagse Citroëns en 3 modellen waarvan de fabrikant zelf vindt dat ze ontzettend bijzonder zijn. Het 15e arrondissement wordt wakker in een openluchtmuseum. Dit is een Kegress, een personenwagen met rupsbanden. Niet te stoppen in onherbergzaam gebied. En om dat te demonstreren nam Citroën er een aantal van mee op expeditie naar Afrika en Azië. Dat gebeurde in de jaren 20 van de vorige eeuw. En nou ja, je kan wel zien, al het zand is er inmiddels van afgespoeld. Hij is misschien wel een tikje overgerestaureerd. Maar het kompas op het dashboard is een stille getuige van de avonturen die met deze auto zijn beleefd. Op het eerste gezicht ziet deze lelijke eend eruit zoals je dat zou verwachten van een auto in de binnenstad van Parijs. Maar niets is minder waar, want dit is een echte filmster. Het is een van de 4 Citroëns die is gebruikt voor de Bondfilm For Your Eyes Only. En als tegenprestatie verlangden de Fransen maar één ding. Als jullie er klaar mee zijn, willen we van wat er nog over is, één mooie eend voor ons museum. En die staat vandaag hier. Het Citroën-logo is misschien wel een van de meest bekende beeldmerken uit de auto-industrie. Maar op deze vroege modellen ontbreekt het nog grotendeels. De dubbele chevron verwijst naar de V-vormige tandwielen die de fabrikant van oudsher gebruikt. Maar pas ten tijde van de Traction Avant bedachten ze dat dat misschien wel een hele aardige blikvanger zou zijn. Voor 100 jaar Citroën loopt de straat uit. Dat mag wel duidelijk zijn. En ik ben er zeker van dat wanneer deze auto's eenmaal als klassiek gelden, dat nog steeds het geval is. Persoonlijk vind ik het wel jammer dat ze ervoor hebben gekozen om de auto's hier per decennium bij elkaar te zetten. Want zo valt des te meer op dat er sinds de jaren 80 nou ja, niet echt heel veel iconen bij zijn gekomen. Maar aan de andere kant, zo geparkeerd langs de straat, in het drukke stadsverkeer van Parijs, komen die auto's ook niet helemaal tot hun recht. Wat dat betreft had Citroën er misschien verstandiger aan gedaan om toch de obligate weg te volgen en ze gewoon lekker op een grasveldje neer te zetten.